deze week in Uit. De mannen van Bovoy Toch. Al 30 jaar is de band wereldberoemd in het oosten van het land. En het had een speciaal jaar voor de mannen moeten worden, waarin ze vele zalen plat zouden spelen. Maar hoe kijken ze terug op de afgelopen weken? En vooral, hoe gaan ze nu verder? Ik ken mijn plek. Zo. Ja, zo is het wel even anders, hè? Nogal. Zo. Ja, laten we het eerst even hebben met hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ja, super. Ja. Ja, best. Ja, best. Gaat goed. Met jouw omstandigheden wel, ja. Ja, want ik ben benieuwd, hoe is de afgelopen weken voor jou geweest? Heb je de mannen gezien? Vorige week. Ja, vorige week hou één keer buiten bij ons in Hof, hou muziek gemaakt. Ja. Ja. En dat was alabast mooi. Nou, 8 weken, hè, of zo. Het laatste optreden was hier, in Amphion. Ja. Voor ons 30-jarig jubileum. Hebben jullie elkaar gemist? Nee. Nou, dat niet. Nee. Ik ben. Nee, ja? Maar. Oh, wat lief. Nee, maar je mist het spelen wel natuurlijk. Ja. Ik bedoel, gezien de omstandigheden kan het niet anders. Maar ja, uitgerekend met het vak wat wij hebben, is het heel gewoon pech wel. Maar dat zullen we wel meer hebben. Ja, het is niet anders. Maar wat heb je in de tussentijd gedaan? Het huis een beetje kleine klusjes opgeknapt en zo. Ik heb tussendoor allemaal gespeeld. Maar dan met andere muzikanten in de tuin van bejaardencentra. De mensen gewoon op de galerij gekruid, geschoven. En dan in de tuin met 5 man spelen. Ook met de 1,5 meter ertussen. Maar jongens, 30 jaar, een jubileumjaar. En dan eindigt het zo. Nou, dat doe gewoon in het jubileumjaar is nog niet voorbij, hè? Nee, maar wel, jullie hadden heel veel plannen. Dat is waar, maar goed, we hebben in ieder geval december, wat voor datum weet ik niet meer. Weet je dat? 12. Ja, hier in Amphion en hopelijk volle zaal. Kan iedereen dan weer naast elkaar op stoeltje zitten. Ja, maar dit is maf, joh. De laatste keer dat we hier stonden was ik in de grote zaal. 850 man, bomvol, uitverkocht. En nu sta je met je kont naar het rode plus toe. Dat is wel heel apart. Heeft een van jullie iets gehamsterd? Wie heeft er nu nog genoeg wc-rollen thuis bijvoorbeeld? Ik heb niks gehamsterd. Ik doe het zelf. Nee, dat geloof ik niet, want iedereen heeft volgens mij wat gehamsterd. Nee, ik heb me verbaasd. Ik was... Wc-rollen hoeft niet, want dat kun je best gewoon aan het gordijn doen. Nee. Veel bier in huis gehaald, want ja, waar moet je dan? Ja, maar dan heb je dus toch wat gehamsterd. Gezien. Dat is niet hamsteren. Genoeg in huis halen. Zeg. Dat is gewoon de weekvoorraad in de gaten houden. Ja, de toekomst, hoe ziet die eruit? Hopelijk in ieder geval nog 30 jaar door, denk ik. Zeg het maar, ja, ik weet het niet. Wij blijven wel zo lang mogelijk bij elkaar. Zolang hij je niet omvalt. Ik ben 75 en ik merk gewoon dat men vindt dat een oldere leeftijd. En ik heb wel een beetje het besef van, we hebben er nu al zeker 20 optredens niet te doen die ik anders nog in goede gezondheid doen kon. Maar bij mij is dat wel degelijk is dat een situatie, dat kan met een paar maanden, kan dat anders zijn. Niet door de corona, maar ook gewoon door andere omstandigheden die er aan, medische omstandigheden die er komen. Dus hij dan deur wilt gewoon nog, en dat wil ik altijd, bij aan het einde, dat wil ik nog altijd, dan is het wel jammer dat er nu al 2 maanden sowieso verbeterd gewoon met prachtige optredens op de Zwarte Cross en bij Dika en waar allemaal nog meer. Maar jullie moeten toch wel weer ooit muziek gaan maken? Ja, dat hoop ik toch wel. Dat is dus gewoon, stel nou dat het goed valt met die concerten, dan op die manier, zo begonnen ooit. Gewoon klein. En dan gewoon klein. Langzaam gewoon weer opbouwen. Ja. Ja. Op 1,5 meter plus. Hopelijk kunnen we elkaar zelf snel weer knuffelen en zo. Dat heb ik wel gemist. Als kleinkinderknuffel, elkaar knuffel, handgeven. Ja. Je hand geven. Dat is, Nou, laten we daar dan naar vooruit kijken. Bedankt. Volgende keer een hand. Volgende keer een hand. Wil je nou het hele concert van de mannen in een leeg Amphion in Doetinchem terugzien? Dan kan dat op onze website.